In Flevoland hebben we natuurlijk als overheid ontzettend actief gewerkt aan het wegennet. Het is niet voor niks dat we op heel veel plekken vierbaanswegen gemaakt hebben. Door een goed wegennet en een goede ontsluiting van Trekkersveld is het voor ons als bedrijf natuurlijk extra prettig werken. En het geldt helemaal voor de logistieke bedrijven. Wat voor ons belangrijk is als gemeente is natuurlijk dat we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen met de fiets naar hun bedrijf kunnen. En als dat met de auto moet, dat het over goede wegenstructuur is. En wat dat betreft zijn we trots op de provincie Flevoland, die ervoor zorgt dat hier overal de wegen verdubbeld zijn. Dus er is nog steeds veel woon-werkverkeer van buiten de polder in. Dus daar hebben we mee te maken. Dan is het natuurlijk wel het streven naar duurzame mobiliteit. En we hopen ook als Trekkersveld en als bedrijvenpark daar in de toekomst echt meer mee te kunnen doen. Wij hebben elkaar nodig moeten zorgen dat we de korte lijntjes tot elkaar hebben. Waarbij als er ontwikkelingen zijn, dan moet je elkaar weten te vinden. En gelukkig hier in Zeewolde weten we dat, maar ook hier in Flevoland weten we dat. En wat dat betreft ben ik er best trots op hoe wij die lijntjes na elkaar heel kort hebben, heel kort houden. En als er wat aan de hand is, dat je elkaar heel snel kunt vinden. Ik geloof in de doorontwikkeling van Flevoland, daar zijn we voor drooggelegd. Ik geloof in bedrijven, en dat zie je hier ook, hè. Die willen ondernemen, die willen doorontwikkelen. Dan moet je als provincie wel je verantwoordelijkheid nemen om daar elke keer weer alert op te reageren, te begrijpen wat er gebeurt. En dat raakt dus heel erg het kiezen, de stem die je uitbrengt, bepaalt in hoge mate de speelruimte van de provincie.